Hallo dames en heren en leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe banger litte video. En in deze video gaan we het namelijk hebben over de Siren Head. Maar voor wij verder gaan, like deze video even in 3 seconden tijd. Want anders is er een grote kans dat Siren Head naar jouw huis toe komt. En dat wil je liever niet hebben. Hetzelfde geldt met abonneren. Je moet ook even geabonneerd zijn met het belletje aan. Want anders staat Siren Head straks aan jullie deur. En dat wil je liever niet hebben, mensen. 25.000 abonnees, dat is een must geworden. Dus mensen, ik hoop dat jullie dit doen. 3, 2, 1... Dus, hebben jullie deze video geliked en zijn jullie geabonneerd? Laat het even achter in de reacties. En trouwens, ik kan eigenlijk ook wel zien of jullie wel of niet geliked hebben en geabonneerd hebben. Want anders neemt Siren Head jullie sowieso mee en dat wil je liever niet hebben. Maar goed, laten we eventjes gaan praten over de Siren Head. Zorg trouwens ook even voor dat je bijvoorbeeld op social media @elanegoffen op Instagram en @elanegoffen op TikTok. En ja, waar wil ik het nou eigenlijk over hebben? En er gaat namelijk een gerucht rond dat Siren Head losloopt in Nederland. Ja mensen, hij is dus ook in Nederland gezien. Genaamd in een klein dorpje. Maar goed, laten we even de do's en de don'ts even opnoemen van de Siren Head. Ten eerste, Siren Head komt voor in veel games en daar zijn ze ook erg gevaarlijk. De games zijn namelijk vooral fanmade, dus ja, voor de mensen die willen weten wat er precies aan de hand is, dit is gewoon een fanmade. 2. Ze komen ook voor in de bossen en ze zijn namelijk verspreid over de hele wereld. 3. Als je een lage sirene hoort, dan heeft hij je in het vizier en dan moet je maken dat je wegkomt. 4. Als je in het bos loopt en je hoort het geluid van een bekende met een soort ruis erbij uit de bosjes komen, ga er niet op af. Dat doet Siren Head om je naar hem toe te lokken. Dan heeft hij jou nog niet in het vizier, maar dan hoort hij je wel. En dan heeft hij een idee waar je bent. 5. Wees altijd in het bos op je hoede. Hij ziet er zo uit dat hij makkelijk opgaat in de omgeving. 6. Ook overdag is hij actief en pas ook overdag op. 7. Hij komt het meest voor in het bos en in de dorpjes. 8. Als je hem ziet in de uiterste verte en je wilt een foto maken, doe dat heel snel. Als Siren Head jou ziet en dat lage geluid maakt, moet je echt maken dat je wegkomt. Siren Head is super snel. Ongeveer net zo snel als een vrachtwagen. Dus als je hem ziet, zou ik het beste wegrennen. En dan is de vraag of je wel snel genoeg bent. 10. Hij komt ook soms in het water voor. Dus mocht je op een bootje zitten en je denkt dat je veilig bent, zou ik echt niet zo zeker van zijn hoor. Kortom, Siren Head is erg gevaarlijk. Dus als je hem ziet, maak dat je wegkomt en maak geen foto's als hij op je afkomt. Want als hij dat lage geluid maakt en hij is ongeveer 50 tot 100 meter van je verwijderd, klinkt ver, maar dat is het niet, dan is het al te laat. 11. Als je het geluid van Siren Head hoort, is het beste om je oren te dekken. Goed, laten we even beginnen over de scenario. Het gaat namelijk over 5 personen die in 1 huis wonen. De vader heet Tim. De moeder heet Gerda. De zoon heet Mohammed. Hij is 11 jaar en vermist. Hun zus heet Sophie, 18 jaar. En ze hebben een baby van 7 maanden en die heet Engbert. Er is ook een YouTuber in het kleine dorpje. Hij is niet bekend, maar hij maakt wel filmpjes over dit soort dingen en over mysterieuze dingen. Hoewel niemand hem echt serieus neemt. Maar goed, daar kom ik zo even op terug. En het speelt zich af in het dorpje De Rijp. Het is een heel klein dorpje in Nederland. Misschien wel het kleinste dorpje in Noord-Holland. Maar laten we gaan beginnen met het verhaal. Er is iemand vermist in het dorpje De Rijp, genaamd Mohammed. Dit is al 2 dagen het geval en de politie heeft geen spoor gevonden. Iedereen in het huis is erg bezorgd, behalve de baby. En iedereen is maar in paniek. De politie is al een lange tijd op zoek, maar ze kunnen namelijk niks vinden. Er is ook een YouTuber die namelijk video's maakt over mysterieuze wezens die in het bos zit. Het bos. Alleen het punt is dat niemand hem namelijk gelooft. Er is maar 1 iemand die hem gelooft en dat is Gerda. Hij krijgt ook heel veel haat op zijn video's. Zijn dislike percentage is erg hoog. Mochten mensen zijn video's aanklikken, klikken ze vaak ook zijn video's weg. Aangezien de dislikes namelijk hoger zijn dan het aantal likes. Aangezien Gerda hem namelijk wel gelooft, besloot hij contact op te nemen met de YouTuber en vragen te stellen over wat ze konden doen om de zoon terug te halen. Ze vertelde dat het zoontje in het bos ging om in een speeltuin te spelen met wat vriendjes. Hij moet altijd zijn telefoon meenemen en hun besloten zijn zoon op te bellen om even te kijken of ze het namelijk naar hun zin hadden. Hun zoon nam niet op. En niet alleen dat, in het begin ging de telefoon over, maar later ging de telefoon helemaal niet meer over. En dat was namelijk de volgende dag ook niet het geval. De YouTuber had namelijk al een beeld over wat het kon zijn, alleen hij wist niet wat het wezen was. Gerda begon zich af te vragen of hij überhaupt nog wel terugkomt. De YouTuber dacht dat het namelijk niet kon, maar hij wist het nooit 100% zeker. Gerda had natuurlijk nog een klein beetje hoop, maar of de hoop vals is of niet,
dat weet niemand. Gerda ging uiteindelijk toch weer naar huis toe en bedankte de YouTuber. Ze was namelijk geabonneerd op hem, gewoon puur omdat zij hem namelijk wel gelooft. Gerda besloot alle video's te kijken, maar ze is best bang. Dus zij vroeg namelijk of Sophie op pad wou gaan om met haar hond even een rondje te lopen in het bos bij de heide. En dat is namelijk het gebied waar Mohammed vermist werd. Ze vond het al een beetje raar dat Gerda dit begon te vragen, dus ze werd nogal pittig boos. Maar Gerda werd nog bozer en ze kwamen in een discussie. Uiteindelijk heeft Gerda toch gewonnen van Sophie en moest ze alsnog een rondje lopen met de hond in het bos. Alhoewel ze dit namelijk nooit aan Sophie vraagt. En überhaupt aan niemand vraagt. In de meeste gevallen doen ze het altijd uit zichzelf. Behalve nu is het verplicht. Ze vond het een beetje apart en ze geloofde het niet 100%. Aangezien Gerda iets achterhoudt. Maar ze wist natuurlijk nog niet wat het geval was. Maar goed, uiteindelijk heeft ze besloten om met de hond te lopen. En ze gingen namelijk een rondje lopen bij de heide aan het bos. Het was erg stil en op het platteland was het nogal behoorlijk mistig. Die merkte wat op en maakte een bepaald beweging. Alsof hij iets hoorde. Dus hij besloot namelijk om op dat plekje af te rennen. Maar Sophie wou die hond namelijk tegenhouden. Ze zei namelijk tegen die hond, blijf hier, rustig, rustig, rustig. Maar nee hoor, in plaats van dat die hond rustig bleef, bleek het zo te zijn dat hij die riem kapot beet en dat hij dus keihard op het geluid ging afrennen. Toen die hond namelijk erop af was gerend, ging zij erachteraan. Maar die hond was er sneller. Uiteindelijk kwamen ze uit in het bos en toen in één keer was ze de hond uit het vizier verloren. Ze bleef maar zoeken naar die hond en ze bleef maar schreeuwen. Ook had ze een bakje bij waar koekjes in zaten. En daarmee begon zij te rammelen. Alleen geen gehoor. Normaal kon die hond er altijd op af. Alleen dat is nu niet het geval. Even later hoorden ze namelijk een geluid afkomen van een hond die nogal behoorlijk hard begon te piepen. En zij was nogal behoorlijk bang. Ze ging achter die boom kijken of er namelijk iets aan de hand was. Dat gepiep was heel erg snel gestopt. Dus ze ging heel rustig naar die boom toe. Ze ging namelijk even zo doen om erachter te kijken. En ze keek. Maar het bleek zo te zijn dat de hond dus vermist was. Die hond was verdwenen. Even later hoorden ze hetzelfde geluid. Alleen dan nogal storend. Ze was echt heel erg bang. Dit geluid hoorden ze in verschillende tonen. In plaats van dat zij erop afging, begon ze keihard weg te rennen. Ze kwam nogal angstig thuis en vertelde precies het verhaal wat er gebeurd was. Maar niemand thuis geloofde het, behalve Gerda. Alleen zij hield het achter. Iedereen die thuis was, is nogal woest op haar. Omdat ze namelijk denkt dat zij degene was die de hond heeft vermoord. Zij heeft die hond nooit echt gemogen. Die vader was zo boos dat hij had besloten dat ze voor de eerstkomende 3 weken thuis moet blijven. Gerda wist hier vanaf dat dit kon gebeuren. Maar ze verzweeg het. Al vertrouwde haar man Tim het niet echt. Hierdoor kwam een flink ruzie tussen de ouders en begon ze namelijk een psycholoog te bellen voor Gerda. Sindsdien is Gerda huilend op de kamer gegaan aangezien Tim haar behandelt als een psychopaat. En dat vond ze absoluut niet tof. Ze besloten alles te bezinken en ze gingen gewoon even lekker slapen. De volgende dag. In de avond had Tim besloten om met hun baby Engbert een boswandeling te maken. Ze wou eventjes dat Sophie meeging. Maar Sophie durfde niet meer. Ze was nogal behoorlijk bang. Haar vader zei dat ze zich niet moest aanstellen en dat ze gewoon mee moest komen. Dus ze gingen een stukje meelopen. Maar toen ze heel dicht bij de heide kwamen, rende zij keihard weg. Ging ze eerst heel sneaky wegsluipen en vervolgens begon ze keihard weg te rennen naar huis. De vader heeft niks door. En toen hij daar aankwam, hoorde hij nogal een ruisend geluid van Gerda afkomen in de verte. Hij ging op dat geluid af, want Gerda klonk niet helemaal normaal. Ook besloot hij een honkbalknuppel mee te nemen. Hij hoorde namelijk help, help, help. Hij hoorde echt gewoon in Gerda toon een angstig geluid afkomen. Hij liet zijn baby staan en ging met zijn knuppel erop af. Het geluid werd steeds storender en hij kwam in de bosjes terecht. Hij liep langs een lantaarnpaal. Alleen het was niet zo'n normale lantaarnpaal. Deze lantaarnpaal begon een klein beetje te bewegen. Hij had sirenes op zijn kop. Alsof er een geluidsinstallatie van een luchtalarm is geïnstalleerd. Maar hij had het niet door. Hij ging in die bosjes kijken en hij ging het helemaal doorzoeken. Hij kwam 5 minuten later terug en hij zag dus helemaal niks in de bosjes. Maar hij hoorde wel steeds wat. Hij wou teruglopen naar de baby. Maar de baby leek verdwenen te zijn uit het kinderwagentje. Aangezien die baby ook een lage sirene had gehoord. Hij ging naar de kinderwagen toe, maar die was leeg. Er zat geen baby meer in. Weg. Zonder spoor. De deken leek helemaal netjes te liggen. En alles wat erin zat. Die knuffels lagen heel erg netjes op een rij. De vader ging naar huis toe en kwam heel erg boos thuis aan. En wou heel graag weten wie de baby had ontvoerd. Hij snapte er helemaal niks van en vroeg wat er aan de hand was. Uiteindelijk begon Gerda maar gewoon op te biechten. Gerda legde haar kant van het verhaal uit. Maar zijn vader Tim die geloofde het gewoon niet omdat hij zo woedend is. Hij weet het zeker dat iemand dit had gedaan. Hij weet het 100% zeker. Hij had gevraagd waarom dat Gerda aan het gillen was. Hij zei dat Gerda het niet was. En wou het toch Tim bewijzen. Maar Tim geloofde nog steeds niet en dacht uiteindelijk toch dat het een ander meisje was. De volgende dag. Tim en Sophie wouden een goed gesprek hebben in het bos. Sophie was heel erg bang, maar ze had uiteindelijk toch besloten om mee te lopen. Ook al geloofde haar vader het niet, ze heeft haar toch weten over te halen om mee te komen. Maar goed, ze gingen een mooi gesprek voeren en de vader deed maar alsof hij het gelooft. Uiteindelijk kwam hij in het bos aan en zei hij, zie je, er is helemaal niks aan de hand. Je zit je gewoon aan te stellen, Sophie. Sophie werd nogal behoorlijk angstig en wou het liefst weggaan. Maar goed, aangezien ze toch al in het bos waren, ging dat dus niet. Tim had even besloten om ergens tegen
een boom aan te pissen. En toen hij dat ging doen, hoorde Sophie namelijk een behoorlijk mooi muziekje afkomen. In het begin was het niet storend en hoorde ze ook bassen. Er zou namelijk een festival gaande zijn van Ariana Grande. Ze hoorde een muziekje afkomen van Ariana Grande dus. Ariana Grande, Seven Rings. Ze is haar allergrootste fan. Ze denkt dat er een festival gaande is, want ze weet dat er dit weekend een boerenfeest is vlakbij dat bos. Ze ging dus op de muziek af, maar later begon het behoorlijk te storen en de muziek speelde af in verschillende tonen. Ze vond het raar, maar wou toch kijken of alles goed ging. Die muziek begon langzamerhand te kraken, het ging van lage tonen naar hoge tonen en ze snapte dus helemaal niks van. Maar even later stopte de muziek en was het even een klein minuutje stil. Ze vond het nogal heel erg raar en wou weten wat er precies aan de hand was. Het was stil en krekelig, aangezien het al pikdonker was buiten. Even later hoorde ze een lage sirene en pakte haar telefoonlampje weer bij. Ze ging erop af. Ze wou weten wat er aan de hand was. Ze kwam uit op een landschap en ze liep recht op dat geluid af. Het leek een lantaarnpaal met twee hoorns van een luchtalarm te zijn. Ze liep langs die paal en ging naar het landhuis. Die zag er behoorlijk verlaten uit. Toen ze naar het landhuis aan het lopen was, hoorde ze voetstappen achter haar en ze keek om. De lantaarnpaal bleek verplaatst te zijn en ze ging erop af en keek ernaar. In het begin bewoog het niet, maar later begon het heel erg minimaal te bewegen. Toen ze daar stond, zat ze echt te staren. Ze begon tegen hem te praten, maar ze was zo gefocust dat Siren net gewoon de kans had om met twee handen haar op te pakken. Toen Siren het haar in het vizier had, begon ze keihard te schreeuwen. En haar vader hoorde dat. Sinds hij dat hoorde, geloofde hij eindelijk zijn vrouw. Ze werd meegenomen door hem naar een bepaalde plek waar niemand haar zal terugvinden. Haar vader rende keihard weg en kwam overstuurd thuis en besloot te filmen. Ze hebben een goede zoomcamera waarmee ze alles konden vastleggen. Ze hadden een flinke discussie met Gerda en Gerda zei: "Je bent echt dom, Tim. Het is veel te laat dat je het überhaupt door hebt. Je had me eerder moeten geloven. Dan had het niet uit de hand gelopen." Maar nee hoor, meneertje eigenwijs moest het maar toch op deze manier doen. Weet je wat? Je bent een loser. Maar goed, in plaats dat we ruzie maken, gaan we gewoon de volgende dag naar het bos toe. Dus dezelfde avond nog gingen ze naar het bos toe. Ze hadden een flinke discussie, maar hoorden later weer wat muziek afspelen. Namelijk rock'n'roll. Ze zijn allebei fan van rock'n'roll. Maar hun trapte er alleen niet in. Ze gingen er wel op af en Tim bleef op een afstandje. Ze hadden afgesproken dat de moeder namelijk voorop ging en dat Tim dit besloot te filmen om het vast te leggen. Ja, er moest iemand opgeofferd worden, maar dan moet het maar. Puur om een bewijsje te gooien in het dorpje. Papa Tim pakte de camera erbij en begon te filmen. De moeder hoorde in één keer een lage sirene, die Tim zelf niet eens hoorde. De moeder ging dus op het geluid af. En uiteindelijk zag Tim zelf Siren Head. Hij zag dat hij heel erg langzaam naar haar toe gelopen kwam. Ze zag het zelf in het begin niet en heeft besloten om die moeder mee te nemen. Haar moeder begon te gillen en werd meegenomen. Tim die ging heel stiekem filmen. Hij had zelf door dat ze niet vermoord zouden worden. Ook al wist hij het zelf niet eens zeker. Want mensen die vermist zijn door Siren Man waren nooit meer teruggekomen. Hij was helemaal blij en hij zag dat de camerabestanden waren opgeslagen. Hij rende erg snel naar huis toe en hij wou heel graag de video uploaden. Hij stopte de SD-kaartje in zijn computer, maar plotseling bleek dat bestand verdwenen te zijn. Het bestand was nergens meer te herkennen, terwijl hij ook in het bos had gekeken of het opgeslagen was en daar was het bestand er namelijk wel. Hij was helemaal overstuurd, maar in plaats van dat heeft hij maar besloten om een normale video te filmen met zijn kant van het verhaal. Dus hij begon het verhaal uit te leggen en begon iedereen te waarschuwen dat ze niet naar dat bos moesten komen. Alleen niemand geloofde hem. Iedereen begon hem maar belachelijk te maken en alles, dus ze besloten allemaal gewoon een dislike op zijn video's te achter te laten. Hij had namelijk maar 3 likes en hij had meer dan 5600 dislikes. Er wonen namelijk 10.000 mensen in het dorp. Aangezien het dorpje niet klein is, lijkt het ook gewoon te zijn dat mensen uit andere steden hadden gedisliked. Papa ging naar bed toe. Het was 3 uur 's nachts. Hij werd wakker omdat hij een sirene hoorde. Hij dacht dat er een politie in de buurt was. Maar even later hoorde hij een hele laagtonige sirene. Was het een nachtmerrie? Nee. Want die sirene kwam steeds dichterbij. Het gordijntje was dicht, maar hij zag een schaduw voor het gordijn. Het leek op een kop waar namelijk 2 luchtalarminstallaties op geïnstalleerd waren. Althans, daar leek het op. Oftewel luidsprekers. En voor je het weet, is hij dus ook meegenomen. En uit zijn kamer getrokken. Niemand is op straat in de nacht in de Rijp, aangezien het zo'n klein dorpje is. En sindsdien iedereen is vermist, niemand weet waar ze zijn en het is niet vastgelegd. Niemand heeft fatsoenlijk zijn verhaal kunnen doen en op Facebook en op YouTube zijn de video's ook verwijderd. Niet gestrijd, maar het leek alsof ze handmatig verwijderd waren. Iedereen had namelijk een psychiater naar dat huis gestuurd, maar ze waren helemaal niet thuis. Niemand kon er iets na vertellen wat er gebeurd was en sindsdien is iedereen vermist. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video, dus like even deze video zou ik zeggen, want anders staat Siren Head aan jullie en worden jullie namelijk meegenomen naar een geheime locatie waar je nooit meer teruggevonden wordt. Je kan ook vermoord worden en dat wil je echt niet hebben, mensen. Zorg ervoor dat je bent geabonneerd op dit kanaal met het belletje aan. En volg mij op social media. Etelana Grof op TikTok. Etelana 3006 op Instagram. Dan zie ik jullie weer terug bij een nieuwe video. Later.